Goeiedag. Wij staan hier op de Red Bull Ring op een dag dat er eigenlijk niets te doen is. En dat is juist een extra reden om er wel langs te gaan. En dat hoop ik jullie te kunnen laten zien in deze video. Zoals we wel gewend zijn van Oostenrijkers, zijn ze hier ook al goed voorbereid op de aankomende winter. De Red Bull Ring Shop en Lunchroom is elke dag geopend van 8 tot 6. Maar behalve de shop en lunchroom vind je in deze prachtige ontvangsthal onder de hoofdtribune ook een klein museum met veel Red Bull zaken die de moeite zijn om eens van dichtbij te bekijken. We beginnen met de shop. Die is natuurlijk voornamelijk gericht op Red Bull en de Red Bull Ring. Je vindt zeker wel wat Max merchandise, maar voor het echte werk raad ik je toch aan om op de heen- of terugreis even langs Zwalmen te gaan. Daarbovenop wil ik ook even melden dat de shop hier in Spielberg tijdens de Grand Prix dicht is. Ja, en een Toro Rosso mag hier natuurlijk ook niet ontbreken. Deze Yamaha IZR 500 is gereden door John Hopkins in 2002 en is nog een onvervalste tweetakt. Bij de oudere liefhebbers van motoren gaat de hartslag nu automatisch wel wat omhoog, denk ik zo. Dit is een project van de TU in Graz, de Tankia Victoria 2018. Hij heeft 68 pk en is qua design, ja, laat ik maar zeggen, niet echt mijn smaak. Deze crossbow van KTM lijkt er al meer op. De laatste versie heeft een Audi motor met 320 pk en kost in Nederland maar liefst 100.000 euro. Het staat er niet bij, maar volgens mij is dit een RB6 uit 2010, maar dan in een nieuwe jasje. En als dat klopt, heeft Sebastian Vettel of Mark Webber hierin gereden. Eén ding is wel zeker, de enige bijdrage die Honda heeft geleverd aan dit model is de sticker. En Alexander Albon mag overigens ook nog wel even een stickertje opsturen naar Spielberg. Nou, een Red Bull Buggy lijkt me trouwens ook wel leuk speelgoed. En beneden kun je ook nog even racen op de racebaan. Iemand had veel te veel tijd en een hele berg geduld. De hele Red Bull stier in 3D wordt hier gevormd door kerstballen. Oh, wacht even. Wie hebben we hier? Nou, snel maar weer verder. Zoals je ziet is Red Bull in veel andere raceklasses ook nog goed vertegenwoordigd. Hey Ingrid, hier staat nog zo'n RB6. Super gaaf. Oh, die zag ik niet aankomen. Oh, wat leuk. Nog een echte Sauer met een Ford Cosworth motor. Start hem even alsjeblieft. Met de oogjes kijken, Bas. Niet met de handjes. Sorry. Er zit wel wat speling op de uitgaande as volgens mij. Ik denk wel zo'n 1,5 mm. Geintje. En met deze RB6 van Mark Webber nemen we afscheid van de Red Bull Ring. Voor nu. Want zoals Oostenrijker Arnold zou zeggen, I'll be back. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dankjewel. Hoi hoi.